Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en zoals je al aan de titel hebt kunnen lezen, ga ik vandaag een roomtour doen. Ik krijg heel vaak complimenten over mijn kamer, dat jullie mijn kamer zo mooi vinden. Dus ik dacht, ja, het wordt maar weer eens tijd om zo'n video op te nemen. Voordat ik met de video begin wil ik nog even zeggen dat de meeste spullen van de IKEA komt. Mijn bureau is van de IKEA, mijn bed is van de IKEA, mijn spiegel is van de IKEA, mijn kledingrek die je straks gaat zien is van de IKEA. Dus dan weten jullie dat. En mocht je iets in deze video zien waarvan je graag wil weten waar het vandaan komt, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Dan reageer ik erop. Dus doe vooral dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel beginnen met de roomtour. Op dit moment sta ik bij mijn deur en nu kan ik een hele mooie overview van mijn kamer laten zien. Zo ziet mijn kamer eruit als je binnenkomt. En laten we gelijk aan deze kant beginnen. We zien hier een prikbord met allemaal foto's en een to-do list waar ik nog niks op heb geschreven. Maar ik vind het wel heel erg leuk staan. Dan gaan we verder naar deze kant. We zien hier mijn kledingrek. Aan mijn kledingrek heb ik mijn favoriete items van het moment hangen. Misschien herken je wel een aantal items. Ik vind dit heel erg leuk. Het is ook een chill shirt. Ook een leuk shirt. En dit is een hele mooie jas van de Primark. En we hebben hieronder nog een aantal schoenen. Voornamelijk hakken staan die ik best wel vaak aan heb. Nou ja, regelmatig aan heb. En hier hebben we een tas van Paul's Boutique. Nu vraag je je waarschijnlijk al van waar heb je dan de rest van je kleding hangen? Nou, dat zit allemaal hierin, in mijn ingebouwde kledingkast. Dus we moeten dit even aan de kant schuiven. Woep. En dan kunnen we deze openen. Aan deze kant heb ik allemaal ondergoed en BH's. En hier hebben we allemaal jasjes, truien, vesten. Allemaal ander soort kleding. Ik probeer het een beetje op kleur te hangen, maar dat faalt. En hieronder heb ik ook nog kleding. Maar het is een beetje, ja, chaotisch. Maar het past allemaal, dus dat is fijn. Dan gaan we naar mijn favoriete gedeelte, mijn bureau. Ik vind het heel cute eruit zien. We beginnen hierboven. We hebben hier een plant, twee kaarsen en een plantenspuitje. Dan hebben we hier een kast. En hierin heb ik al mijn cameraapparatuur, schoonmaakspul voor mijn scherm, een statief, een speaker waarvan ik het opladen kwijt ben. In deze tas zit allemaal bedrading, mijn koptelefoon, mijn Polaroid erachter. Dit is op zich nog wel netjes, maar dan komt hier een kast. Wat niet echt heel netjes is, heel rommelig. Maar soms moet je dat ook gewoon hebben, een rommelkastje. Hier beneden hebben we mappen, boeken, schriften, noem het maar op. En aan deze kant hebben we make-upjes, allemaal lipsticks wat ik ooit heb gekregen van de Body Shop. En NYX lipsticks. En hier hebben we al mijn horloges en twee ringen. En hier zie je een dode plant. Ik moet die echt gaan vervangen, want dit leeft niet meer. Dit gaat ook niet meer leven. Het is gewoon eng dat het... Nee, dat moet ik echt gaan weggooien. Maar hier hebben we nog een plant. Deze vind ik wel hartstikke cute. En gelukkig leeft die wel nog. Ik krijg regelmatig de vraag waar ik dit plankje vandaan heb. En om eerlijk te zijn is het een snijplank. En ik heb een marble sticker gebruikt om hem te decoreren. Dan hebben we boven mijn bureau dit gaas. En dat komt volgens mij van de Gamma of van de Praxis. De lichtjes zijn van de Action. En dan hebben we hier een spiegel, een quote dingetje wat je waarschijnlijk wel van een video herkent. Misschien wel, misschien niet. Ik vind het heel inspirerend om dit op mijn bureau te hebben. Dan hebben we daar een pennenbakje met pennen van de Action. Plakband en een lamp, die is ook van de Action. En dan hier zie je een overview van mijn bureau. Dit vachtje is van de IKEA, mijn stoel is ook van de IKEA. En zoals je kan zien hebben we daar ook nog allemaal opbergruimte. Het is echt gewoon een en al troep. Ja, heel interessant om te zien. Dan hebben we hier een ladekast. En de enige interessante laden zijn de eerste drie laden. Ik waarschuw jullie alvast, want het is echt chaotisch. We hebben hier make-up. Het is totaal niet netjes, maar het ligt er wel. En dan hebben we hier nog meer make-up en kwasten. Ook totaal niet netjes, maar het ligt er wel. En hier hebben we al mijn haardingen. Ik kom echt ruimte tekort. Serieus, niet normaal. Dan gaan we verder naar mijn spiegel. Schrik niet van mijn outfit, want ik heb de meest comfortabele outfit ever aan. Hallo, ja, dit is gewoon een chill outfit vandaag. Dat mag soms ook wel, maar dit is dus mijn spiegel. Heel chill en bovenop mijn spiegel heb ik een cremetje. Heel interessant. Hallo, focus je op het cremetje? Nee?
Ja, hier, cremetje. Dan gaan we verder naar mijn vensterbank. Dit is een rommelhoekje met allemaal dingen die ik dagelijks nodig heb. Make-up remover, deo, handgel en nog ja, twee beauty blenders die ik een keer heb gekregen, maar nog niet heb gebruikt. Mijn toilettas en hierin zitten wattenstaafjes en wattenschijfjes. En hierin zitten allemaal haarelastiekjes. Dit is niet super interessant en ik heb hier ook niet echt een plek voor. Dus ik dump het maar daar. Normaal gesproken doe ik gewoon dit en dan zie ik het niet echt. Ja. Dan gaan we verder naar de andere hoek van mijn vensterbank. En daar zien we dit. Dit heb ik een keer van de Body Shop gekregen. En de inhoud daarvan is heel interessant. Even kijken. Tadam. Kijk hoe leuk dit is. En dan is dit mijn bed. Op mijn bed heb ik een dienblad met een aantal spulletjes. Ik zie hier onder andere 50 cent. Oké, heel random. We hebben hier mijn telefoonhoesjes. Mochten deze hoesjes je niet bekend voorkomen, dan kan je even op het i'tje klikken die nu in de video verschijnt. Want in die video vertel ik dat ik een eigen telefoonhoesjescollectie heb in samenwerking met Quasimoda. Hier heb ik ook nog een agenda liggen en een notitieblok en een neppe plant van de IKEA. En dit kleed is van de Action. Op mijn bed hebben we allemaal kussens liggen en boven mijn bed zie je dit. De fotolijstjes komen van de Action en al die wall art is volgens mij van Pinterest of van Google. En we hebben ook mini cactusjes die ik altijd vergeet water te geven. Wat niet zo handig is, maar ze leven nog, soort van. Zo, nu weten jullie hoe mijn kamer eruit ziet. Natuurlijk zie je wel heel vaak mijn kamer in verschillende video's voorbij komen. Maar nu zie je ook dat het niet heel groot is. Ik heb best wel een kleine kamer, maar ik kan erin leven. Ja. Vond je deze video nou leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog. En vind je mijn kamer mooi? Doe dan ook een duimpje omhoog. En reageer natuurlijk ook iets leuks hieronder in de reacties. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we mij de volgende keer weer.